11-jarige Michel Sripat is gisteren in een goot aan de Kokosdam te Paranam verdronken. De politie van Paranam trof bij aankomst op de plek het levenloze lichaam van Michel aan. Hij was reeds door familieleden uit de goot gehaald. Michel was met zijn 9-jarige neefje gaan zwemmen in de pas gegraven goot. Op een bepaald moment zag de 9-jarige zijn neef in de diepte verdwijnen. Hij ging uit het water op zoek naar hulp. De familie zette een zoekactie in en het lijk werd boven water gehaald. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam afgestaan aan de nabestaanden.